Het ministerie van LVV en de Federatie van Surinaamse Agrariërs, FSA, hebben vanmorgen ruim 40 agrariërs gehuldigd. Dit in verband met de Dag der Agrariërs die jaarlijks op 8 oktober wordt herdacht. De landbouwers kregen erkenning voor hun bijzondere bijdrage met betrekking tot agrarische activiteiten, welke meehelpt aan de ontwikkeling van Suriname. Voorafgaand aan de huldiging zijn de agrariërs getrakteerd op een ontbijt en een lunch. Onder de aanwezigen bevonden zich First Lady Ingrid Boutersen en de voorzitter van de Nationale Assemblée, Jenny Simons. Volgens de voorzitter van de FSA, Pralaat Soudin, is niets makkelijk voor de agrariërs. De landbouwer kan bijvoorbeeld geen planning maken voor de toekomst, zegt hij. Maar de federatie werkt ernaar om een spaar- en kredietcoöperatie voor de landbouwers op te zetten, zodat zij beter kunnen plannen. Je spaart maandelijks je geld daar. Je krijgt een paar procent rente erop. Maar als je de kosten lager weet te houden, dan kun je ook een lage rente vragen aan de boeren. En we hebben reeds gesprekken gevoerd met de centrale bank. Want zij gaan het zaakje, zij gaan ten eerste een vergunning laten geven. Zij gaan ons blijven auditen. En een van de eisen is, je administratie moet up-to-date zijn. Want ze kunnen anytime een inval plegen om naar je boeken te kijken. Zo streng zijn ze. En dat geeft ons vertrouwen. We hebben in het verleden heel wat nare ervaring gehad met geld die we herder gingen beleggen. Dit geeft ons vertrouwen als centrale bank controle uitoefent op de administratie van zo'n spaar- en kredietcoöperatie. En daarmee hopen wij dan de rente voor de boeren omlaag te brengen. En als we praten over een 15.000, 17.000 agrariërs in het land en wij kunnen 10.000 agrariërs mobiliseren om slechts 100 SED per maand te sparen, dan hebben we elk maand een miljoen SED gespaard. Volgens de voormalige agrariër Iwan Wijngaarden is het belangrijk om te beseffen dat wij in Suriname weten welke richting we opgaan. Want zonder voedsel zijn we nergens en we hebben het groen nodig, zegt Wijngaarden. U hoort ook minister Suresh Algu van LVV die aangeeft dat deze dag in 2014, na de opening van de Suriname Agriculture and Food Event en de Caribbean Week of Agriculture, is uitgeroepen tot Dag der Agrariërs. De voorzitter is hier, geweldig. En ik denk dat we hem moeten professionaliseren, zodat we het op zijn best doen. Ik vind in Suriname steeds worden dingen opgestart en we starten steeds dingen op, maar we gaan niet evalueren. Ik denk dat we met al die dingen die we gedaan hebben, als we steeds zouden evalueren, zouden we steeds klimmen. Maar we draaien wel eens in een visuele cirkel. Ik hoop dat deze dag een start mag zijn, dat we niet draaien in een visuele cirkel, maar dat we steeds naar voren gaan. Thema is sit down for breakfast, stand up for the farmers. Dat is van 2017 thema. En vorige week was ik op de Riedaad. Nee, Kiana. Tijdens Kotet meeting, bij de opening van Kotet meeting heb ik ook aangekaart aan de ministers van CARICOM lidlanden. Secretaris-generaal CARICOM was ook aanwezig. En het leukste ervan is, iedereen gaat akkoord dat ook binnen CARICOM lidlanden 8 oktober de dag der agrariërs gevierd zal worden. Dat is sowieso aangegeven daar tijdens de meeting. Dus het is begonnen hier in 2014 en 2017 ook daar aangekomen. Dus dat betekent, het gaat verder. Wanneer we praten van regio, we zitten in CARICOM. En ik denk dat eind van de maand ook dit besproken zal worden in de meeting van ICA. Om niet alleen naar CARICOM, maar ook al die Latijns-Amerikaanse landen mee te nemen. Suresh Algu, minister van LVV, en daarvoor voormalig agrariër Iwan Wijngaarden. Zij spraken tijdens de huldiging van agrariërs in verband met de Dag der Agrariërs vandaag. De huldiging vond plaats in het SAIS-gebouw op het terrein van LVV.